De toppers in de golfwereld die kunnen niet meer zonder de Trackman. Het is een computerprogramma dat een golfer op 22 techniekpunten verbetert. En door dit systeem is het werk van een golfleraar drastisch veranderd. Brian Griffiths uit Hilvarenbeek was in Nederland de eerste golfleraar die aan de slag ging met de Trackman. Hij en zijn leerlingen zijn er lyrisch over. Jan van der Meer slaat graag een balletje, maar zijn slagen zijn niet altijd even succesvol. Slechte bal. Om de zoveel weken komt hij langs bij Brian Griffiths om te kijken wat er mis is met zijn swing. Hoi Brian. Griffiths werkt sinds enkele jaren met Trackman, een radarsysteem dat op 22 punten een slag analyseert. Na enkele slagen op het doek wordt meteen duidelijk waarom Jans golfballen een afwijking hebben. Jan, over die ballen wat je nou tot nu toe geslagen hebt, is jouw clubpad heel goed. Dat is bijna nul. Dat is echt super scherp. Maar jouw ballen gaan allemaal naar links toe. En dat heeft te maken met jouw face angle. Als je hier links kijkt, dan hebben we 5 ballen geslagen. Gemiddeld min 5, min 9, min 4, min 6, min 5. Dat is te sterk. Dan moet je iets doen. Dan heeft iets te maken met jouw face angle. Dan heeft iets te maken met de rotatie van je onderarm, je grip, je handen. Trackman bestaat al zo'n 10 jaar. In eerste instantie werd het gebruikt om clubs te testen. En pas de laatste jaren hebben spelers en golfleraren het nut van Trackman ingezien. Grote toppers zoals Tiger Woods, Rory McIlroy en de Nederlander Joost Luiten luisteren tegenwoordig nauw naar wat dit systeem hen zegt. Trackman is bedoeld om de swing van een speler te verbeteren. Daarom zijn deze drie lijnen belangrijk. Als het de speler lukt om bij zijn slag deze drie lijnen zo dicht mogelijk bij elkaar te houden, dan wijkt de bal het minst af. De winst is als die lijnen naar toe kan gaan brengen door middel van verandering in de techniek. Dan merkt de speler en de leraar dat alles in de beter aan de hand is. Nu wetende wat ik toen niet wist, ja, het is een beetje zoeken in het donker. Na de komst van de Trackman, je krijgt echt een precies beeld van wat scoort bij iemands techniek. Jan weet nu dankzij Trackman dat zijn face angle niet correct is. Dat is de houding van de club ten opzichte van de bal. Door de club anders vast te houden, wordt zijn slag stukken beter. Deze iets meer in de vingers. Pak hem. Spannen. Ik ga een paar ballen. Als dit gaat lukken, hopelijk die rode lijn, die gaat meer naar de blauwe toe. Ja. En de face angle, die wordt positiever. Het pad is goed. Face angle is beter. Je bent in staat om die rode lijn meer in sync te brengen met de blauwe. Ja. Dus jouw clubpad en jouw face angle, die gaat gelijk dezelfde kant op. Ja. Hey, succes, hè? Ja. Doei. Ik heb beter in de gaten wat ik verkeerd doe met mijn handen, met mijn draai, met mijn heup. En dat verbetert mijn spel enorm. Hoe ging dat voorheen zonder Trackman? Zonder Trackman staat een pro en die kijkt op zicht wat je fout doet. Dat is bij mensen die nog niet zo goed kunnen spelen niet erg, omdat die in de basis dingen. Maar als je onder handicap 18 komt, dan kun je dat op het blote oog niet meer zien. En dan heb je eigenlijk deze meetapparatuur nodig. Wauw! He's in!